Yo boys and girls. Yo boys and girls. Yo boys and girls. Yo boys and girls. Yo girls. Mijn naam is Alta Dulle. Yo boys and girls. En de welkom bij een nieuwe video. En deze video is eventjes een uh, testvideo, want ik ga vanaf ik heb vanaf nu zaterdag Waarschijnlijk heb ik een uh, MacBook Pro 13 inch uh, M2, en ik ga dus een unboxing dat we maken zaterdag. En ik kom volgende week dinsdag online, dus volgende week dinsdag heb ik een MacBook Pro 13 inch uh, M2 unboxing. Maar deze video is dus eventjes voor uh, het, het uh, proberen met DaVinci Resolve te editen, en ik edit normaal gezien met Sony Vegas Pro 17, maar ik ga nu op, ook op een PC. DaVinci Resolve 18 zetten voor DaVinci Resolve 18 gewoon te geraken want vanaf zaterdag wordt mijn edit computer de Macbook Pro en ga ik dus editen met de Macbook Pro ga ik de pc gewoon houden voor de streams en dus gaat deze pc nog twee keer gebruikt worden voor het editen van de ja de content voor deze week Vanaf zaterdag ga ik dus beginnen editen met de Macbook Pro M2 13 inch, uh, ja, ga ik daar dus mee beginnen editen met de Macbook Pro. Dus dat wordt mijn edit computer, dus kan ik s'avonds ook proberen editen. En um, ja, deze is eigenlijk zo'n beetje een video voor te testen of het goed gaat met het editen met DaVinci Resolve hoe dat dan gaat eigenlijk met de microfoon en met uh, camera en zo, maar dat wordt nog allemaal duidelijk. Dus daarmee ga ik dus beginnen editen op de MacBook. Misschien ga ik na een tijdje overschakelen naar uh, een noemt dat programma van Apple. Uh, Apple Video, edit video editing software Final Cut Pro Misschien ga ik daarmee beginnen Maar nu ga ik dus eigenlijk beginnen met het editen van uh, DaVinci Resolve 18 Ik hoop dat dat heel goed gaat lukken met het editen van Bijvoorbeeld mijn uh, vlogs Want als ik op ski reis ben ga ik dus elke dag een vlog pushen Dus dan ga ik elke dag vloggen Ook al is het maar een vlog van 3 minuten dan push ik een vlog van 3 minuten voor toch om uh, up-to-date zijn met de content dus ja dit is zo'n beetje mijn dingen van het pushen van de content met de macbook dus ik ga heel veel andere momenten hebben dat ik kan editen ik kan bijvoorbeeld nog s'avonds in mijn bed editen wat ik waarschijnlijk wel meer ga doen dan dus dan moet ik gewoon de, de macbook opstarten en ze ligt direct bijna in de Macbook dus, met een SSD dus. Ja. dat is zo'n een beetje mijn doel voor het editen van de video's. Dus ja, uh, natuurlijk de FIFA video's ga ik nog altijd met Sony Vegas editen. En ik heb nu DaVinci Resolve dus open staan. ik heb die, ben die aan het uitpakken op de computer. Dus twee keer ga ik nog moeten editen met DaVinci Resolve. Dus daarom uh, maak ik deze video nu op 7 maart kan ik zo'n beetje gewoon krijgen aan uh, DaVinci Resolve. Dus ja, dat is zo'n beetje... Ik weet het, het is heel raar dat ik zeg van... Ik ga naar een ander editprogramma. Omdat ik... Uh, ja, ik zeg gewoon fuck Sony Vegas en ik zeg nu gewoon... Ik ga hou... Ik ga van... Want uh, Sony Vegas, ik ben jarenlang... Ik ben twee of drie jaar echt gebruiker geweest van Sony Vegas Pro 17 dus... En om nu... Naar... Uh, daar vind je resolve zoveel achterin te gaan. Wie zegt dat dat een goede stap is? Misschien hou ik mijn PC nog voor de content te pushen. Maar ik denk. De FIFA-video's. Die ga ik nog altijd op de PC blijven editen. Omdat ik dan iets heb van de PC. De FIFA-video's. Die blijven nog altijd met de PC. Dus ja. Daar ga ik nog altijd bij Sony Vegas blijven editen. Mijn FIFA-video's. Maar mijn gewone vlogs en mijn gewone praatvideos. En misschien unboxings. Maar reageer op ga ik ook op uh, de PC blijven editen. Omdat ik dan heb, iets heb van uh, de pc blijft mijn reageer op sessie. Alleen mijn reageer op. En mijn FIFA video's. En... Omdat ik daarmee gewoon ben met te editen met Sony Vegas, met de reageer op. Maar de andere content, gewoon de praatcontent en de vlogs. En unboxings die ik doe op uh, YouTube. Die ga ik dus met uh, Sony Vegas. Uh, met, nee, met Sony Vegas. Dat vind je resolve blijven editen. En dus de uh, content die ik nu normaal push, Die ik nu deze content vrijdag ga ik ook nog rap een andere content pushen. Ook een andere video. Voor uh, gewoon eventjes een uh, update te maken. Dus eh. Uh, en de, de content die ik normaal gezien push naast een even dat ik heb opgenomen of Dat blijf ik ook pushen vanuit uh, dus de Macbook. Dus dan ga ik alles in uh, drive moeten zetten waarschijnlijk. Maar ik weet dat ik de Macbook uh, unboxing met deze video ga met deze k gsm ga filmen. Dat is de iPhone X6 nog altijd. Ofwel ga ik dat met de iPhone 12 filmen, ik weet nog niet met welke iPhone dat ik dat ga filmen. Maar ik ga, dus ik ga dus dan de content met uh, gsm filmen. Omdat ik ja, nog niet echt een uh, donker heb of zo'n doc, zoals dat, dat noemen. Waar ik mijn SD kaartje kan inzetten. Hoop, ik, ik ben jarig, nu ben jarig op 16 maart, misschien krijg ik dan een doc. Maar dat weet ik nog niet, dus uh, we zullen wel zien. Hopelijk hou ik. Hopelijk heb ik een dog dan. En, uh, Ja, hopelijk. Zou. Zou. Dat vind je er niet op staan? Ik weet het niet. Nee, dat vind je er nog niet op te zien. Ik zal wel zien of het erop staat of niet. Dat vind je er Ja, maar dit is zo'n beetje de video. Dit was dan de video. Uh, bedankt voor het kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Nathalie Dillon. En ik zou het leuk vinden moest je een like geven op deze video moest je een reactie geven op deze video en ik zie dat ik iets binnen van van Firewall dus uh, dat vind je zo mag ik er blijven en uh, ja, dan zie ik jullie guys graag terug bij een nieuwe video dat gaat vrijdag zijn wat voor een video, weet ik nog niet dat ga ik nog uh, Dan moet je nog een beetje zien uh, te, te, hoe moet ik dat zeggen zien uit te werken wat voor een video ga doen, maar nu is het eventjes uh, een edit video ehm um, een, uh, een een probeersel video met dus nou uh, dat of JuntjeRosolf18 en uh, ja dat was zo'n beetje voor mij de video vandaag, uh, bedankt voor het kijken naar deze nieuwe video nu weet ik hoe of uh, misschien dat deze video nog met zo'n universele wordt ergens, maar ik denk eerder met avenger Resolve. Dus ja, bedankt voor het kijken naar deze video. Mijn naam is dan altijd Dylan en zie ik jullie guys vrijdag met een nieuwe video. En dan zie ik jullie guys dan. Bye bye.